Amsterdam met de leukste winkel van Draag Noord-Nederland, Friesland. Omstreek met wie bestrijd mijn plaatsen. Spreek met wie, hallo? Hallo beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe week van Bibes Verkoopplaats, een nieuwe vlog. En ja, weet je, ik hang er in die bank met mijn lieftallige vrijwilligster hiernaast, want daarom, dat zal ik je zo vertellen. Weet je, eigenlijk ken je de Muppet Show? Er zitten dan twee van die oude mutsen op een balkon, hè? Die zitten alles te bekritiseren. Nou, dat gaan wij ook doen hoor. Dus hou je vast, want ik heb heel leuk nieuws. Ik kan dit niet. Oh god, helemaal slap op lachen. Dit wordt niet. Oh. Ik kan niet meer stoppen. Ik doe niet meer mee. Het is niet normaal dit. Idioot gedrag. Goed. Nou. Hallo, daar zijn we dan. Jut en Jul, godzallemagen. Hallo beste kijkers. Nou, wat ik net dus al zei, ben je ook zo moe? Hallo. Zij is ook moe. Zij is ook moe. Maakt niet uit. Ja. Nou, even serieus. Ja. Ik heb wat bedacht en dat heet... Wiebes won... Wiebes wonderlijke... Ik kan echt niet hoor. Wiebes wonderlijke wandeltocht, dat kan toch helemaal niet? Nee, die mag niet Wiebes, sorry. Oh, verschrikkelijk. Wiebes bijzondere wandeltocht. Ja, ja. Wiebes bijzondere wandeltocht. Ik ben ook zo moe. Nou goed, nou, we gaan door, want anders duurt het weer veel te lang en dan klikken ze allemaal weer weg. Het zit zo. Als jij meedoet aan Wiebes bijzondere wandeling, hè, ja, kun jij je opgeven bij ons in de winkel. Waarom doe ik dit? Dit doe ik dus omdat ik vind dat de kleine ondernemers in Drachten, die ik ken, zal ik maar zeggen, maar daar ook de gunfactor bij is, om extra onder de aandacht te brengen dat wij er dus allemaal zijn. Dan heb ik een goed doel heb ik uitgezocht. En dat is de... Het hospice. Het hospice hier in Drachten. En wij vinden dat die de volledige opbrengst verdient van Wiebes bijzondere wandeling. Ja, zeker. Ja, kijk, dat bedoel ik maar. Nou, dan is het zo, je kan je dus opgeven bij ons in de winkel. Je betaalt minimaal 5 euro per persoon. Je mag ook een tientje geven, toch? Ja, dat is voor een goed doel. Dus. Dat bedoel ik. Ja. Het is dus voor de hospice. Ja. Dan krijg je bij ons op zaterdag 9 april, krijg je dus een routebeschrijving. Zeker. Die wij dus vanmorgen hebben gelopen. Vandaarom dat we hier zitten aan het water. Maar dan krijg je dus die routebeschrijving en dan ga je er allemaal bijzondere ondernemers. Toch? Zeker. Zo. Ja, zeker. Nou, ja. Weet je, eigenlijk is dat het. En als jij denkt, jongens, ik kan die dag niet, of ik heb geen zin om dat in te lopen, we zeggen niet hoe ver. Nee, dat doen we niet. Nee, maar het is wel leuk. Het is te doen. Het is te doen. Ja. Het is te doen. Je moet er even een middagje van maken. Ja, we maken gewoon een leuke middag van. Dan, en als je zegt, nou, wat ik dus zei, je kan denken van, jongens, nou, ik mij niet bellen, weet ik niet wat, maar de hospice vind ik een goed doel. Dan kun je bij ons komen en dan kunnen jij je bijdrage bij ons inleveren. En die gaat gewoon mee naar de check die wij dus na de tijd gaan aanbieden. Ja, toch? Maar je moet je wel opgeven, hè? Ja, je wel opgeven. Ja, want ja, we weten niet, zijn we met 10 of met 20? We hopen op 100, hè? Ja, 100 zou wel heel erg leuk zijn. Ja, 50 dus, ook. 50 is ook leuk, maar we gaan voor de 100. Oké, okay, prima. Ja. Nou, volgens mij hebben wij Jut en Jul genoeg verteld. Ja. Dus dit is een superbelangrijk bericht om te delen op het Facebook. Dat zeker, ja. Dat zeker. Dus ja, nou, ik zou zeggen, kom gezellig, ga je aanmelden. En volgens mij wordt het dan ook een bijzondere activiteit. Toch? Heel bijzonder en een hele leuke winkeltje. Dat bedoel ik. Ja, jij bent er geweest vanmorgen. Dus ik zou zeggen, nou, wij nemen nog een slokje, want wij hebben het eind uit de snavel hangen. Oeh, ik bedoel maar.
Nou, je moet er niet verder doen. Oh, dit is toch niet best. Die dan natuurlijk niet uit. Hai. Nou, beste kijkers, je had het natuurlijk al gezien, maar voor in de winkel hebben we nu stoer wenje. En ja, dat zijn natuurlijk bijzondere woonaccessoires, maar we hebben ook kleur. Veel meer kleur. En vroeger had je Rad van Fortuin. Weet je wel trouwens, zo'n cirkel. Dit is ook prachtig hoor. Zo'n muurcirkel is dit. Heb ik in verschillende afmetingen. En vroeger had je Rad van Fortuin met Leontien. Laat alle letters zien. Maar wie hebben we nu? Onze Ria. En die komt nog eens een keer extra met stoer wijnje. Echt stoer, hè? Heel stoer. En leuk. Interieur, ja. Stoer ja. En interieur. Nou, ik zou zeggen, we hebben nu het zwit op het gebit naar deze opname. Dus ons even niet bellen, gewoon langskomen, toch? Zeker weten, helemaal nieuw en helemaal mooi. Ik bedoel maar, hey, lekker delen, hè? Delen. Geef je op voor de wandeltocht, kom shoppen, er is nog veel meer hier. En volgens mij gaan wij nu wijnen, toch? Ja, en eten. Oh, en eten. Nou, eerst maar wijnen. Hey, prettige week verder en tot snel, hè. En ik zeg maar, ik kan het moeilijk zeggen, maar toch, ontmoen. Doeg. Doei. That's all, folks. Wil je de andere vlogs nog terugzien? Kijk op YouTube, Wiebes Werkoopplaats. Het is niet normaal, dit.